Suriname verstevigt bilaterale relatie met Singapore. Minister Ildis Polatbigli van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een bilateraal onderhoud in Singapore gehad met haar collega, zijn excellentie Vivian Balakrishnan. Dit vond plaats op 6 augustus jongstleden. Suriname en Singapore hebben sinds 1996 diplomatieke betrekkingen. Echter heeft geen concrete invulling plaatsgevonden van deze relatie. Tegen deze achtergrond zijn beide ministers met elkaar eens geweest om de samenwerking aan te scherpen op verschillende gebieden. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.